Jack's Bike, de American Day. Motoren, muziek, auto's, eten, drinken en standhouders. Ik heb hier naast me staan Jack Schreurs, eigenaar van Jack's Bikes en organisator van het evenement. En even een kleine babbel. We staan achter een paar mooie, mooie motoren. Jack, hoe is de opkomst en hoe gaat het tot nu? Nou, tot nu toe gaat het prima. De opkomst mag nog wel wat beter, maar ja, het is nog vroeg in de middag. Dus ik verwacht nog wel een hoop drukte, moet ik zeggen. Er is een behoorlijk wat rugbaarheid aan gegeven en heel veel reactie gehad van dat de mensen gaan komen. Dus ik denk dat het allemaal goed komt. We hebben gelukkig het weer mee. Het is niet zo warm als gisteren. En nee, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ja, de mensen komen langzaam binnenstromen. Ja, we staan hier voor een aantal mooie motoren. Ik ving net op dat er een mooiste motorenverkiezing is. Wat houdt dat precies in? Nou, dat klopt. Er komen dus nou allemaal motoren binnenrijden en we delen aan de bezoekers delen wij een stiekje uit. En om 3 uur kijken we van wie de meeste stiekjes om zijn stuur heeft hangen en dat is dan de mooiste bike. We hebben daarvoor 3 prijzen. De eerste prijs, tweede en derde prijs natuurlijk. En daar krijgen ze een tegoedbon voor en die kunnen ze dan weer later bij ons besteden of vandaag nog, dat maakt niet uit. En ja, dat gaan we dan om 3:30 zo'n beetje bekendmaken wat de mooiste bike is. Hoe ben je zo op dit idee gekomen om een Amerikaanse dag te organiseren? Nou ja, kijk, we doen natuurlijk in feite Harley Davidson en in het verleden hadden we altijd een custom shopper day. En nou, we hebben zoiets van het is Amerikaans, dus laten we er ook eens auto's bij gaan doen. En dan krijg je toch een groot publiek en ja, dan wordt het hoe meer mensen, hoe gezelliger het is natuurlijk. Hoe meer zielen, des te meer vreugd, zo gezegd. Dus nou, Jack, bedankt voor dit kleine interviewtje. Jij bent druk, dus ik zal je niet verder lastig vallen. Okay, graag gedaan. Naast me staat Edo Snippen. Edo is naast Jack verantwoordelijk voor deze dag. Edo wat meer voor de auto's die achter ons staan. Wat kunnen de mensen zo'n beetje verwachten qua auto's hier eigenlijk? Nou, op dit moment is het gewoon verschillende soorten uitvoeringen. Van een Cadillac tot Chevrolet en Buick, noem het maar op. Dit is voor mij even nieuw natuurlijk. En ja, op dit moment moet ik zelf een keer achterom kijken, want ik heb het zelf nog niet bekeken. Dus zometeen kan ik misschien ook genieten. Dan staan ook de vrijwilligers van de verkeersregelaars zijn er. En dan kan ik alles rustig bekijken. Ja, ik zei al mede-organisator met Jack. Je rijdt zelf ook een Amerikaanse auto. Ja, dat klopt inderdaad. Mijn auto staat hier ook bij en dat is de Chevrolet Caprice Classic 1988. Ja, en hoe heb je de mensen zover gekregen om hier naartoe te komen? Want ik zie aardig wat duur spul staan. Ja, dat klopt. En op dit moment komen ze uit Apeldoorn, Emmen, noem maar op. Ze komen ook zelfs uit Zetterbosweg. Het gaat gewoon via de Facebook uiteindelijk. Je rammelt een beetje op je toetsenbord en daar komt het. Ja, kijk aan. Hè? Ook bij de Amerikanen werkt het social media gebeuren. De voorliefde voor Amerikaanse auto's, waar komt dat vandaan eigenlijk? Dat heeft te maken met mijn zwager uit Emmen. Die woont samen met mijn zus. Die is al een Amerikaan freak. Die komt vandaag ook met de Eleanor, de Mustang, wat in films heeft gespeeld. En ja, daardoor is het uiteindelijk de liefde erbij gekomen. Ja. En... als ik heel even, jonge dame, als ik u even een kleine vraag mag stellen ertussenin. Ik zag u net aankomen met een ontzettende grote zwarte. Ja, Lincoln. Het is een Lincoln. Ja, en dit is even voor de lokale omroep een klein interview. En ik denk, pak u er gewoon even bij. Hoe bent u hier zo terechtgekomen? Ja, via Facebook. Iemand had dit erop gezet, dus ik denk, nou, laat ik even kijken. Ja. En even kijken of hij iets goed doet. Dus, En? Ja, hij doet goed. Hij doet goed. Oké, dank u wel. Alsjeblieft.